Bij Kinepolis draait alles rond die ultimate movie experience. Wij proberen experience te brengen op meerdere vlakken. En een van de vlakken is inderdaad onze zaalinrichting. Vandaag hebben we de normale zitplaatsen. We hebben ook ons cozy seat concept. Daarnaast zijn we heel fier om onze IMAX terug in gebruik te nemen in het Brusselse. Dus het grote scherm ook. En daar met technologie proberen we heel vaak het verschil te maken. En als laatste natuurlijk onze flagships, onze 4DX-zalen. De zalen vol wind, water en bewegende stoelen in ieder geval. Wij vanuit IT proberen onze experience van in de complexe te omarmen met digitale oplossingen. Zodoende innovatieve, snelle websites. We hebben ook onze app helemaal vernieuwd, waar je nu ook de posters kan trekken om een ticket te kopen. En al die zaken proberen wij dagelijks op te volgen. Wij proberen met onze partners altijd innovatieve oplossingen te bedenken. En samen met Proximus hebben we inderdaad getracht om de acteurs, actrices dichter bij het publiek te brengen. Dat was onze uitdaging. En daar zijn we eigenlijk heel goed in geslaagd. Voor de avant-première van de film Patser hebben we met een vooropgenomen voiceboodschap geprobeerd om de acteurs dichter bij de mensen te brengen. Dus iedereen, alle genodigden, werden 's morgens gebeld om eigenlijk in de juiste outfit 's avonds op het evenement te mogen genieten. Yo, ik ben Adil Arbi. En ik ben Bilal Falla. Ja, ik hoop dat je klaar bent voor vanavond om Patser te checken, yo. Peace. Ik moet eerlijk zeggen dat Proximus die uitdaging heel goed begrepen heeft. Heeft heel goed geluisterd naar wat we nodig hadden. En is eigenlijk met de meest creatieve oplossing naar ons gekomen. En daar ben ik super fier voor. En ik denk zelfs dat we nog op de vooravond staan van nog veel meer creatieve zaken die we met een bedrijf als Proximus, die toch heel wat diensten kan aanbieden, dat we nog verder kunnen gaan. Dus ik kijk er alleen maar naar uit. Wij kunnen de customer experience verhogen bij bedrijven via sms, e-mail of voiceberichten. Net alszelfde bij Kinepolis. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen. In ziekenhuizen kunnen we doktersbezoeken laten bevestigen via sms. Of utilitybedrijven kunnen de herinneringen voor de openstaande facturen uitsturen via sms. Ik hoop dat je klaar bent om Patser te checken, joh. Ik denk dat we nog nooit zoveel positieve reacties hebben gekregen op de avant-première. Zelfs de regisseurs, Adil en Bilal, zijn aangesproken geweest op deze boodschap. Omdat ze toch persoonlijk de mensen hebben uitgenodigd op hun groot feest, de avant-première van die film. Ik krijg er nu zelfs nog kippenvel van alle positieve reacties. Het was gewoon een topavond.